Zijn er aan begonnen? Meteen richting Santini. Die laat de Smet komen, maar Bojovic in de fout. Rijk twijfelde even. Geel voor deze overtreding van Bojovic. Oussala mag oprukken. Oussala in de 16. Het schot gaat naast van Mustafa Oussala. Henkens op links. Hier is Henkens. Aannemen, kijken en trappen. Mooi geplaatst die bal. Prima redding van Klepkens. Tweede poging de Smet. Koulibaly de goal. Koulibaly. Demjan, dat is goed klaargelegd van Demjan. De voorzet, Filipović, nee. De kans voor Robin Henkens. Hij krijgt twee uitstekende mogelijkheden in de eerste helft. Hè? Ja, absoluut. Die eerste was een vrije bal van op de 16, denk ik. Die pakt Mika goed. En de tweede was wel een goede voorzet van Ivan. Ik stond net iets te schuin. Maar goed, als ik kritisch mag zijn voor mezelf, moeten we wel een van die twee binnen. Goeie actie, Demjan. Triskovski. En dan Henkens, die kwam inlopen. Koulibaly blijven liggen daar. De Rijke komt even kijken wat er aan de hand is. Ook Doulivo geraakt. Kom nog eens kijken. De controle van Doulivo. En daar maakt hij een verkeerde beweging. Noodgedwongen wissel dus bij de thuisploeg. Doulivo geblesseerd naar de kant. En in zijn plaats Gerson. Voor het eerst in de selectie sinds augustus. How happy are you to be back on the pitch? Wow, it's been a very long time I was injured and this is the thing I love most, so there is no better feeling. Are you happy about your game? Yes, I'm very perfectionist, so I think I could do better, but I think for the first time it was okay. De thuisploeg op zoek naar de gelijkmaker. En de gelijkmaker. Klepkens dan toch geklopt. Genoeg geweest, vindt de Rijke. 1-1 is de ruststand na een vrij evenwichtige eerste helft. Zelinovic, Demjan. Demjan kan trappen. Demjan naast. Zo zitten we aan de andere kant bij de Smet. Neergehaald door Bojovic. Die moet oppassen, want die heeft al geel. Wordt dit de tweede gele voor Mitrusko Bojovic. Geel en dus rood. Oké, wij moeten dan aanpassen, want ik denk op dat moment wilden we druk naar voren zetten. Ja, dan moet je een spits wisselen, moet je een beetje gaan aanpassen. Want uiteindelijk op de andere velden, Gent stond 2-0 voor tegen Leuven, dan weet je dat je de minimum een punt moet halen. Oussala en Koulibaly aan de tweede paal. Maar gevlacht en gefloten voor buitenspel Koulibaly. Dat is goed gelopen van Capon. Kozeman is goed uit doel gekomen, maar penalty, zegt de Rijke. Santini voor de 2-0. Nee! Kozeman redt. Hier zit wat in, Veselinovic, rechter bovenhoek. Over.
over de muur en overgetikt door Michael Krepkens. En dan kan Tiszkowski over de muur en op de vuisten van Krepkens. Jullie kunnen hier haast nog winnen vandaag. Ja, oké, maar ik kan alleen maar fier zijn op mijn groep, omdat we toch in heel moeilijke omstandigheden weer overeind blijven. En uiteindelijk kan dit punt nog van heel groot belang zijn. Uiteindelijk hebben we alles nog in eigen hand. We krijgen OHL nog thuis en het zal, zoals het er nu uitziet, tussen OHL en tussen Wassan Bever gaan voor het laatste play-off, weet ik. We kunnen de punt heel goed gebruiken en eentje is te weinig op dit moment. Maar goed, ik denk dat we dat puntje wel verdienen en alle punten die we pakken, die zijn mooi meegenomen. I think after the circumstance that we get a red card, we have to be very pleased with the score. Of course, we are very disappointed that we didn't take the points in home, but we already look forward to the next game and we hope to take the points next game.